Het gezond maken van de regionale gezondheidsdienst, RGD, heeft zowel bij de leiding van deze gezondheidsinstelling als ook bij de regering hoge prioriteit. Om de regering te informeren over de stand van zaken rond de gezondmaking van de RGD, heeft er op dinsdag 20 oktober 2021 een breedvoerig onderhoud plaatsgevonden. Tijdens deze ontmoeting heeft de RGD-leiding haar herstelplan gepresenteerd. De intentie is om de knelpunten van de RGD structureel aan te pakken. Zoals u aangeeft, uh, hebben we vandaag wederom een aanzet gedaan tot het herstellen van RGD. En dat is gedaan middels het presenteren van een herstelplan. Uh, we hebben dus gefocust op het verbeteren van zowel de diensten van de RGD, maar ook de imago van de RGD. En met name het feit dat de RGD uh, financieel doorgelicht zal moeten worden op basis van uh, projecten die wij zullen moeten gaan uitvoeren namens de RGD. Maar u weet alvorens uh, je uit je zal uh, overgaan tot uitvoeren van projecten, zal je de grondslag uh, eerst goed moeten regelen en daarom een herstelplan. Wij gaan dus focussen, op, met name om uh, meer inkomsten voor de RGD, bezuinigingen waar nodig natuurlijk. En dat we dus uh, op een gegeven moment uh, niet meer moeten rennen naar de minister van Financiën voor subsidie. In tegendeel moeten wij dus uh, afdragen aan de staat. Inderdaad, hebben we dus gesproken over ontwikkelingsprojecten vanuit de RGD en dat hebben we gedaan middels het. Uh, het presenteren van wat projecten. Uh, het gaat niet 1, 2, 3, zoals we dat allemaal weten. Het gaat niet makkelijk in het land, financieel-economisch. Maar uh, we moeten er naartoe gaan en uh, ontwikkelingsprojecten. Uh, die zullen zijn met name het kijken naar eventuele samenwerkingen met uh, particuliere uh, lab en uh, apotheken. Alleen maar dat we het samen doen en dat we dus meer inkomsten voor de RGD kunnen krijgen. Maar ook gaan we kijken naar de preventie van de gezondheidszorg. In ieder geval heeft minister Ramadin dus aangegeven dat hij zeer content is met het feit dat we uh, hebben aangegeven waar wij naartoe willen gaan. Het is nog niet wat het wezen moet. U weet het, een herstelplan gaat niet uh, van dag op dag. Maar hij heeft dus aangegeven dat hij content is met de manier waarop wij dus... Uh, uh, zijn bezig geweest met het plan. We hebben erover nagedacht, we hebben strategische doelen gepresenteerd aan hem. We zullen nog uh, in overleg treden met de minister, maar ook met de adviseurs namens de president, om te kijken waar wij dus, uh, het herstelplan zullen moeten uh, aanscherpen, bijstellen. De RGD heeft haar plek ingenomen binnen de samenleving. Ik denk dat die plek nog steeds bestaat. De RGD is nog steeds uniek, omdat de RGD bestaat uit 50 uh, polyklinieken binnen de, de totale uh, Surinaamse gemeenschap. En uh, de RGD biedt uh, zorg in de kustvlakte, maar ook in uh, districten. Uh, ik denk dat we daarop gaan moeten blijven focussen. En uh, met name de zorg die de RGD biedt aan uh, uh, ja, de gemeenschap. De RGD, de slogan van de RGD, luidt uh, um, zorg dicht bij huis. En ik denk dat we dat moeten blijven propageren.